was nog niet helemaal klaar met PI3XTV. Dit is een tweede filmpje. Dit gaat over de 70 centimeter frequentie zoals die nu nog is. Dat is een klassieke D-Star hotspot. Dus het zal voor de mensen die D-Star hebben niet heel nieuw klinken. Maar voor de mensen die dat niet kennen is dat wel een leuke kennismaking. Het is eigenlijk grote lijnen vergelijkbaar met hoe het op 2 meter is. Even kijken, ik weet niet of het leesbaar is. Even kijken hoe ik dat display het beste in beeld krijg. Ik heb geen idee of het leesbaar is. Nou ja, we zullen het zien. Even kijken, maar als ik de info opvraag, dan is dat zo. Not linked. Hij is niet gelinkt met DTMF. Je kunt op twee manieren kunnen hem linken. Dat kan met DTMF en dat kan anders. Ik doe het met DTMF nu. Link 2XRF088 Charlie. Nou, ook hier zit een soort van papegaaifunctie in, dat heet hier echo. Dat moet je apart activeren. Je stuurt dan een commando mee dat hij op echo staat. Even zien, dit is hem. Dit is een test van Papa Alpha 0 Echo Tango Echo, PNL ETE met een test. Dit is een test van Papa Alpha 0 Echo Tango Echo, PNL ETE met een test. Even kijken. Nou, ja, er is echt niet zoveel aan te demonstreren. Er zitten minder mogelijkheden in dan 2 meter. Maar het linkgedeelte is eigenlijk bijna gelijk. Hè? Not linked. Nou is er een hele drukke Amerikaanse reflector. Maar je zal natuurlijk zien, als je dat uitprobeert, dat daar niks op is. Er zijn er eigenlijk twee. Eentje is wat meer technisch dan de andere. Dit is het bekendste. Daar staan ook heel veel mensen uit de regio regelmatig stand-by. Weet ik. Reflector REF001 Charlie. Link 2 REF001 Charlie. En inderdaad, het demonstratie-effect, er is geen QSO, meestal is dat er wel. Nou, 30 is de andere drukken. 30 Charlie. Gaan we daar meteen heen. Link 2 REF003 Charlie. Ook niet dus. Nou, de, hoe heet het? PI3XTV heeft wel een paar dingen die 2 meter niet heeft. Onder andere de mast. Nou, nog een verstaanbaar station. Maar onder andere stuurt hij ook APRS-achtige info door. Dat heet bij D-Star DPRS. Dus deze porto die ik hier heb, daar zit bovenin ook een GPS-antenne. En als ik dat inschakel, dan kan ik mijn positie doorgeven en dan kom ik op aprs.fi te staan. GPS-ontvanger in de ding is bijzonder goed. Ik kan in de supermarkt met 7 woonlagen erboven kan ik nog een fix krijgen. En dan zie ik dat met het boodschappenkarretje dat ik wel 3,2 km per uur kan. Hè? It is 11:45 p.m. Dat is een bericht uit de repeater zelf, zeg maar. Die zendt dat uit. Ook hier zit een spraaksynthesizer in. Hè? Maar dan eentje voor die star. Ja, nee, er is geen QSO momenteel op de drukke Amerikaanse reflector. Ik zal deze nog even proberen. Wie weet. Link 2 REF001 Charlie. Nee, nou de bediening hiervan is wel wat ingewikkelder dan van FM. Porto heeft echt onvoorstelbaar veel mogelijkheden. Je kunt user messages meesturen. Ach, ik heb nog wel een leuke info van een paar oude portos. Dat is van een paar jaar geleden. Dat zal ik erachter zetten. Dan kun je zien dat je zo'n porto ook als beantwoorden kunt laten. Mike, Zero, Sierra, Alpha, Sierra, Delta. Dat bericht dat wordt door de porto gedaan, dus dat is niet de repeater, maar de porto die spreekt de roepnaam uit van het station wat de microfoon heeft indrukt. Dat doet hij als iemand korter dan 2,5 seconden zendt. Dan geeft de porto de call van het station weer. Maar de meneer zegt niks, dus misschien wil hij zijn GPS-positie even doorgeven.
door korte microfoon in te drukken. Dat kan bij Deesta niet makkelijk automatisch, dat moet je handmatig doen. Dus dat elke keer als je een doorgang houdt of even korte microfoon indrukt, als de repeater vrij is, dan wordt je GPS-gegevens ook meteen meegestuurd. Ja, ik denk dat ik hem zo wel gedemonstreerd heb. Er lopen geen QSO's volgens mij, dus dan ik zal hem even, ook even een andere DTMF-code instellen. Oh, ik heb net van heel handig van DTMF afgehaald. Dat is niet zo slim. Zo. Dan gaat hij terug naar de drukke Nederlandse reflector, zeg maar. Maar ook daar zal het wel rustig zijn. Link 2XRF088 Bravo. Ja, zoals je ziet, er zijn twee mogelijkheden om van de reflector te wisselen. De ene is om in een register in de Porto de nieuwe reflector te zetten. Op die manier kun je ook informatie opvragen en die echo-functie die kan volgens mij alleen maar op die manier. Maar het kan ook met DTMF. En ik heb dus ik heb niet genoeg DTMF-geheugens. Dus ik heb een deel van die reflectors in DTMF staan. En die andere die heb ik gewoon telkens in een apart geheugenkanaal gezet. Als extra instructie in het register. Er zijn eigenlijk genoeg geheugens, dus ik zou ze er ook allemaal in kunnen zetten. Het voordeel daarvan is dat je in het display ziet naar welke reflector je gaat. Terwijl met DTMF zie je dat niet. Maar soms is het toch handiger om DTMF te doen. Dat knopje dat zit hier onder de PTT-knop. Als je die indrukt, als je bij ontvangst indrukt, dan schakelt hij van Deesta naar FM. Dus dan kun je even luisteren of er een FM-station zit. Je kunt hem ook automatisch laten schakelen, Deesta-apparaten. Maar dat wil wel eens wat denderen bij zwakke signalen. En dan werkt het op Deesta minder goed. Dus ik heb dat altijd handmatig staan. Hè. Maar ja, heel spectaculair is het niet. Maar hij, ja, in principe doet hij het vergelijkbaar met Echolink op 2 meter. Alleen dan met Deesta, hè. Ja, volgt hierna nog dat oude filmpje van, nou, volgens mij is het wel 6 jaar geleden met twee Porto's. De ene is een, ze lijken sprekend op elkaar, maar de ene is een wat goedkopere ID80. Op zich ook een heel goed apparaat. De andere is de ID92 of IC92. Hij is onder meerdere codes te koop. Dat is een heel bekend apparaat. De duurdere apparaten, de wat ingewikkelder apparaten, hebben die voicemailmelding. De wat minder dure apparaten, die hebben wel zo'n melding, maar dan staat die alleen in het display. En is die niet met spraak. Maar alle Deesta-apparaten hebben zo'n antwoordfunctie. En het wordt getriggerd op de roepnaam die uitzendt. Maar dat werkt alleen als je specifiek iemand aanroept. Ja, en aanroept dat is dan op een digitale manier. Hè? Dat je dus de roepnaam van de bestemming in het register UR zet, het JOR-register. En als je dat doet en het station heeft een bericht in de voicemail staan, dan wordt het naar je toegestuurd. Hè? Dus als je even weg bent en iemand roept jou op die manier op, wat eigenlijk de normale manier van Deesta oproepen is, dan krijgt hij automatisch een bericht terug. Een van de minder bekende features van de IC92, ik dacht dat de 2820 dat ook kon, dat is de spraakopname en de gesproken beantwoorden die in het apparaat zit. Andere apparaten hebben dat niet, die kunnen wel beantwoorden, maar dat doen ze met een user message. Maar ja, de IC92 die kan dat dus wel. Als je één keer gezonden hebt, dan schakelt hij automatisch uit, omdat hij er dan vanuit gaat dat je er weer bent. Ik heb nu ingesteld op beantwoorden. Ja, op de test heb je natuurlijk een tweede Deesta-apparaat nodig. Die heb ik even voorbereid. Wat je moet doen om een antwoord te krijgen, dat is de roepnaam van het station die je wilt bereiken. Die moet in de UR staan. Dus ik heb bij mij in de UR nu panel ETE staan. En als ik de microfoon indruk, dan zou ik daarmee dus een antwoord terug moeten krijgen. Automatische beantwoorder die mijn Bouwenveen dus niet heeft. Panel ETE is even niet aanwezig, maar kan u zo dadelijk van een antwoord voorzien. Nou, hoe doe je dat nou? Ga naar het menu DV Voice. Dan ga je hierheen en daar heb je Reply Voice. Als je die dan indrukt, dan kun je met de PTT-knop een boodschap inspreken. En je ziet dat er een balkje meeloopt hoeveel tijd je nog hebt. Nou, als je daarmee klaar bent, dan ga je naar de DVZ-mode. Dan heb je daar bovenaan staat auto-reply. Die zet je aan op voice. Je kunt hem ook gewoon aanzetten, dan krijg je een user message terug. Maar voice is leuker natuurlijk. Op deze manier. En dan doet hij het.